Goedendag, welkom allemaal bij weer een nieuwe NX Cut Tip. Mijn naam is Ruud van den Brand van Cars PLM Solutions. We gaan het vandaag over de Assemble hebben. De Assemble was al een feature die we hebben behandeld in het NX 1980 webinar van onlangs. Hier zit echter nog iets extra's in wat we tijdens die sessie eigenlijk niet behandeld hebben en wat toch wel echt wel leuk is om te benoemen. Als we dan gaan kijken in NX wat er dan nieuw is. We hebben dus tijdens het Wat's Nieuw webinar al het stukje van de Assemble dus laten zien. Waarin we dus dingen kunnen selecteren en met de poppers gaan werken. Al gaan we even een gedeelte van deze samenstelling openen. En de Assemble gebruiken. Dus, hè, wat ik net al zei, wat we hebben laten zien. Je klikt iets aan, krijgt een pop-up, daarmee kun je selecteren. Dat werkt al sneller in mijn ogen dan de oude assembly constraints. Of de oude, ze zullen nog steeds blijven bestaan. Maar dit is wel een heel leuke toevoeging. Nou, een kleine toevoeging erop is onder andere als je Ctrl ingedrukt houdt en je pakt de component vast, dan kun je er heel snel een kopie van maken. Ctrl Z, undo. Want daar gaat het eigenlijk niet om in dit filmpje. Wat je vooral kunt doen is dat je met drag en drop kunt werken. Dus je kan iets vastpakken, hè, slepen, zonder iets in te drukken met mijn andere hand. En dan kan ik dus loslaten op een vlak. Dan werkt hij eigenlijk met een soort point-on face commando. Waarmee dat hij dus detecteert wat het vlak dat dat is. Dus als ik deze loslaat, dan zul je dus zien dat je ziet dat het een cilindrisch vlak was. Ik ben begonnen vanuit een cilindrisch vlak. Dus dan gaat hij een soort centerline constraint doen. Zoals we dat ook gewoon in de normale assembly constraints hebben. Dit kunnen we dus ook doen aan de onderkant. Dus ik kan dit dingetje vastpakken. En daarop slepen. Hè. Dan heb ik dus een align. En vervolgens kan ik deze ook nog op dit cilindrisch vlak zeggen. En dan heb ik dus eigenlijk dit component gepositioneerd. Dus ik moet gewoon vastpakken en trek hem uit. Dan kun je dus gewoon bewegen wat er gebeurt. Want ik wil er bijvoorbeeld ook nog een distance op gaan zetten. Die ga ik wel in dit geval even doen via de assembly constraints. Omdat je hier makkelijker zo meteen, zoals je ook zult gaan zien, kunt gaan komen. En dan gaan we hier de onderkant even van selecteren. Bij de distance limits. Daar kom je niet echt bij, vind ik, vanuit het dialoogje, vanuit de assemble. Dus deze zou ik zelf nog hier doen. Of je plaatst hem eerst met een normale distance en dan pas je hem normaal aan. Nou, dit hebben we dus al zover klaar. Dan gaan we terug, zie je ze gepositioneerd. En vanuit hier kun je dus dan weer verder gaan met de assemble. Ook hier weer kies ik ervoor om één ding eerst te fixen. Even te applyen dat die bevestigd staat. En dan vanuit hier verder gaan met positioneren. Wat zelf een beetje merkte, zou het over het algemeen eerst de touch doen. Op een vlak. Eventueel dus een omgekeerde richting. En dan de centerline op elkaar. Ctrl en Alt ingedrukt houden kun je dus roteren. Als je dus eenmaal vast staat, dan kun je dus zo alvast een beetje netjes positioneren wat je wil. Dus hier ook nog een keer. Hetzelfde, een touch. Die doen we reverse. Centerline op elkaar. En dan weer Ctrl Alt gebruiken om deze beter te positioneren. Doen we nog één keer bij deze. Op dezelfde manier. Dus niet alle type constraints zitten in deze functie. Er is zo'n aantal. Ik kan dus ook nog heel even dus naar terug gaan bij deze Align even via de quick pick, de rechtse muisknop reverse en dan zal ik de andere ook even reverse moeten doen, want ik had het nog niet goed gezet. En dan maak ik het even af in de assemble om dus met drag en drop deze op elkaar te positioneren, die daarop en dus deze op dat vlak en dan hebben we het dus zo gepositioneerd. In mijn ogen dus de assemble. Los van die pop-up, zeker met die drag and drop, echt wel een toevoeging. Waardoor je dus sneller kunt gaan assembleren. Niet heel het in dialogisch moet gaan zitten. Meestal kiezen van wat voor soort constraint wil ik plaatsen. Nee, gewoon de meest gangbare constraint zit er gewoon uit onder een optie. Waarmee je dus met drag and drop eigenlijk de software laat kiezen voor jou. Welke constraints dat je wil gebruiken. Terwijl je nog steeds wel in staat bent om te switchen erin. Dit is hetgeen wat ik wilde behandelen in deze tip. Heb je er nog vragen over? Neem dan gerust contact met mij op. Volg ook even al onze socials online om nog dingen terug te kunnen kijken of andere tips terug te zien die in het verleden zijn geplaatst. En bij deze wil ik dus bedanken voor jullie tijd en graag tot de volgende keer. Tot ziens!